Dit is Spakenburg Nu, met vandaag de volgende onderwerpen. Naamonthulling gefuseerde scholen, Spakenburgse spruit, verteltassen wegwijzer en twee gemeentelijke pluimen. De toekomstvisie Bunschoten 2025 is op vrijdag 31 mei 2013 aangeboden aan de gemeenteraad van Bunschoten. De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt. Bezinning op de strategische positie van de gemeente was een wens vanuit de gemeenteraad. Daarom heeft het gemeentebestuur van Bunschoten een toekomstvisie tot 2025 opgesteld. De visie gaat in op de vraagstukken op fysiek, sociaal en economisch gebied en moet een functie gaan vervullen voor de ontwikkeling van de dienstverlening aan de inwoners, het bestuur en de regionale samenwerking. De toekomstvisie laat zien hoe de gemeente Bunschoten in 2025 is, op basis van de kennis van nu. De aanpak bestond uit drie fasen: de proloogfase, de dialoogfase en de epiloogfase. In de dialoogfase hebben circa 250 betrokkenen hun visie op de toekomst van de gemeente gegeven. En zijn er in de dialoogfase gesprekken gevoerd met alle geledingen uit de samenleving. Steeds met een centrale vraag: wat voor gemeente zijn we nu en wat voor gemeente willen we zijn in 2025? In totaal werden 6 rondetafelgesprekken georganiseerd met experts op specifieke thema's. Ook werd inwoners de mogelijkheid geboden om een huiskamergesprek te organiseren met raadsleden. Er hebben 4 huiskamergesprekken plaatsgevonden, met in totaal zo'n 30 deelnemers. Via een speciale Facebookactie kon online worden gereageerd op vragen en stellingen over de toekomst. Hier kwamen 167 inhoudelijke reacties op. Het proces gaat nu de fase van bestuurlijke besluitvorming in. In de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van donderdag 27 juni zal worden vastgesteld of de visie rijp is voor behandeling in de gemeenteraad. De toekomstvisie wordt naar verwachting op 11 juli 2013 besproken door de gemeenteraad van Bunschoten. In het nieuwe schoolseizoen zal de fusie van de Jongelingsschool en de Schilderschool een feit zijn. Het gebouw van de Schilderschool zal dan de nieuwe locatie zijn. Bij een nieuwe school hoort natuurlijk een nieuwe naam en zo kon het gebeuren dat op 3 juni tijdens een feestelijk samen zijn de nieuwe naam werd onthuld. Marianne was erbij. Iedereen van harte welkom. Fijn dat u en dat jullie, jongens en meisjes, hier allemaal zijn. Zoals jullie weten gaan we na de zomervakantie samen met de ouders en de kinderen van de Jongelingsschool en de Dr. K. Schilderschool een nieuwe, frisse start maken. Vandaag vieren we de feestelijke onthulling van de nieuwe naam van onze gereformeerde basisschool. We hebben een naam gekozen die past bij onze identiteit. In het logo is een kruis verwerkt die staat voor Gods genade. Ik geef nu het woord aan de algemeen directeur-bestuurder Gerrit-Jan Zomer. Goedenavond allemaal, welkom. Wij staan hier bij de school, bekend als de Schilderschool. En nu wordt het de Jonge Schilder even. En de nieuwe naam, ja, die zit eronder. Dus dat wordt even nog nieuwsgierig zijn en dan, ja, dan is het moment daar, dan weten we het. Ik wil in elk geval speciaal bedanken voor de medewerking die de gemeente heeft verleend in het hele voortraject. Bert Koops is ook gevraagd of hij het bord wil onthullen. Hij werkte daar graag aan mee. Daar zijn we hem dankbaar voor. En ja, dat geeft ook aan hoe de medewerking in het voortraject was. Het bestuur wil ik in ieder geval in eerste graag bedanken dat ik hier mag staan. Wij hebben een hele bijzonder traject achter de rug. Enkele maanden terug, of enkele jaren terug, toen kwamen ze bij mij en zeggen: nou, we moeten van 2 scholen 1 school maken. Dan wordt die nog groter en nog mooier. Ik zeg: nou, dat is mooi. Maar dan gaat er 1 gebouw weg en hoe gaat dat dan? Nou, het was een interessante discussie. Maar we zijn gestart niet om te kijken wat is nou het mooiste gebouw of wat is de leukste straat of waar zitten de leukste kinderen in. Maar we hebben vooral gekeken van nou wat is nou het beste voor het gereformeerd onderwijs hier in Bunschoten-Spakenburg. En dat is zeg maar het vertrekpunt geweest.
Nou, vervolgens hebben we gekeken van nou, is het financieel haalbaar? En hoe gaan we dat nou organiseren? En wat gaan we doen met de school die overblijft? Nou, het was een heel traject, maar wat heel belangrijk was, en dat wil ik hier toch ook aan u meegeven, is dat, want toen we dat bespraken in het algeheel schooloverleg, waar alle scholen in Bunschoten Spaken bij aanwezig waren, vanuit het protestant-christelijk onderwijs, het griffemiddel onderwijs en het openbaar onderwijs, en alle besturen zeiden van nou, de oplossing om de jongeling en schilder samen te voegen in het gebouw van de schilderschool, dat is de beste oplossing. Nou, en dat was natuurlijk voor mij als wethouder heel fijn, want ik hoefde niemand te overtuigen. En we gingen allemaal met één advies naar de gemeenteraad. En die zeiden, nou, goed idee, zo gaan we het doen. Nou, daarom mag ik hier staan. En waarom ik ook hier mag staan, omdat ik heel erg nieuwsgierig ben wat nou hierachter staat. En als ik zo de jonge schilder zie staan, dan wie weet wat voor een talent er hierachter zit. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Dus met wie mag ik dit moois onthullen? Mag ik alles zelf doen? Nou, fantastisch. Gaan we doen. Oké. 1, 2, 3. Ja. De nieuwe naam. Het talent. Ik sta hier bij Willy Bos, directeur van de jongelingsschool. Er komt een fusie. Wat is de voornaamste reden? De voornaamste reden was terugloop van leerlingenaantal. En daarom is besloten om gewoon de twee kleinste scholen binnen de vereniging van de VVGO, om die samen te voegen tot één school. Toch wel een beetje jammer, of niet? Ja, het is jammer. We zaten in de jongeling ook in een mooi gebouw, in een nieuw gebouw. Maar deze school is ook zeer goed onderhouden. En we hebben gewoon nu echt zin om hier gewoon weer een nieuwe start te maken met de kinderen van de jongelingsschool en het schilder. Ja, want waarom niet in het nieuwste gebouw? De jongelingsschool is eigenlijk nog vrij nieuw. De jongelingsschool heeft 5 lokalen. En wij starten volgend schooljaar met 170 kinderen. En die konden we daar ook niet kwijt. En wat gaat er met het gebouw gebeuren van de jongelingsschool? Zoals de plannen nu liggen, gaat de peuterspeelzalen, die gaan in het kruisrak, in een gedeelte van het kruisrak. En het kruisrak gaat met de onderbouw, als ik het goed heb, in de jongelingsschool. En blijft ook nog een gedeelte in het kruisrak. En wie wordt de nieuwe directeur? Van? Ja, van deze nieuwe school, van Het Talent. Dat mag ik ook zijn. Ja, leuk. Ja. En de directeur van de schilderschool? Ik was al 2 jaar over de beide scholen verdeeld, omdat de fusie zat eraan te komen. Dus ik mag mee van de jongeling naar deze school, maar ik was hier ook al. Op 30 mei hebben Rabobank Amersfoort en omstreken en de stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum een samenwerkingsovereenkomst voor de komende 3 jaar getekend. Als hoofdsponsor maakt de Rabobank de inrichting van het auditorium mogelijk in het nieuwe ziekenhuis. Het auditorium bestaat uit een boven- en benedenzaal en beschikt straks over 155 zitplaatsen met tafelblad. De ondertekening vond plaats tijdens een congres over diabeteszorg, nu en in de toekomst. Dit congres vond plaats op een bijzondere locatie, namelijk het nieuwe gebouw van Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. De partijen gaan hun samenwerking aan onder het motto Samen weten we meer. Rabobank is sinds 2005 de huisbankier van Meander Medisch Centrum en tussen het ziekenhuis en de bank bestaan warme relaties. Daarnaast is de Rabobank een van de financiers van de nieuwbouw. Kennis delen is zowel voor het ziekenhuis als de Rabobank een belangrijke doelstelling. Ook duurzaamheid en gezondheid zijn thema's die hen verbinden. Op 12 juni zal in het gemeentehuis opnieuw het Spakenburgsdicté gehouden worden. 18 prominenten zullen zich buigen over teksten die Johan Kistjes en Jaap Cordia hebben opgesteld. Nog diezelfde avond zal een deskundige jury de winnaar bekendmaken. Ik ging op bezoek bij losmedewerker Stefan Nagel en zijn vrouw Charlotte. Zij toonden trots hun Spakenburgse spruit en vertelden hun bijzondere verhaal.
Ook de losmedewerkers zitten niet stil. We mogen weer een Spakenburgse spruit begroeten van Stefan. Misschien herkent u hem straks aan zijn stem en dan weet u ook meteen wie het is. Want hij komt niet zo vaak in beeld, maar zijn stem hoort u wel wat vaker op de radio. We gaan naar ze toe, want ze hebben een dochtertje gekregen, Mila. Ik ben heel benieuwd. Ze wonen daar en ik ga ze nu begroeten. Nou, daar zitten we dan op de bank, Stefan en Charlotte Nagel, samen met jullie Spakenburgse spruit Mila. Ja. Hoi Mila. Ja. Ik wil jullie eerst van harte feliciteren. Dankjewel. Met jullie dochter. Ze is inmiddels al 4 maanden. 4 maanden, ja. Ja, maar dat maakt niks uit, want we komen namens de losmedewerkers. Alsjeblieft, jij mag het openmaken, Stefan. Dankjewel. En misschien kan je ondertussen ook vertellen wat je bij de LOS doet. Je werkt voor de radio, maar welk programma presenteer je? Ik presenteer op maandagavond met mijn goede vriend Lars, presenteer ik Losbandig. En dat is een jongerenprogramma. Oké. En dat lukt nu nog steeds met Mila? Ja, je moet goede afspraken maken met je vrouw dan, hè? Wanneer je weg mag en wanneer zij je weg mag. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid erbij dan, inderdaad. Ja. Oh, kijk. Oh, kijk, is het mooi. Een zomerjurkje. Nou, Jacqueline heeft het weer helemaal leuk uitgezocht voor ons. Nou, dat is ook een pas, hè? Je hebt nog heel geen kleren. Nee. Is dat mooi? Ja, hè? Nou, dan kunnen jullie lekker mooi kleur. Van genieten. Ja, ik denk een keer geen roze, want ze zal genoeg roze hebben. Ja, heel hoop. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Dus, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, zullen we maar bij het begin beginnen, want jullie wonen hier ongeveer 2 jaar. 2 jaar? Ja. April was 2 jaar. Ja. Stuurboord 4. Mm-hmm. En nou, na 1,5 jaar zo'n beetje, was jij zwanger. Ja. Ja. Ruim 1 jaar was het. Ja. Ja. En hoe vonden jullie dat om samen zwanger te zijn? Ja, super. Heel bijzonder. Ja, je hoort natuurlijk veel verhalen van dat het niet goed gaat. Hè? Dat het soms heel ook niet lukt. Ja. Ook in de nabije omgeving. Ja. Dus ja, dan ben je gewoon heel dankbaar als het wel lukt. Ja. Ja, dus helemaal dolgelukkig. Ja, en blijde verwachting. Hartstikke trots. Ja, en mijn schoonzus die bij de verloskundige praktijk werkt hier in het dorp. Dus, kijk eens. Dat was al meteen op dag 1. We gaan meteen een echo maken. Ja, dus we hebben echt extra echootjes en zo gekregen. Oh, wat leuk. Een bevoorrechte positie hadden we. Ja. Ook omdat ze zelf heel nieuwsgierig was. Ja, precies. Ja, ze wilde er ook lekker bij zijn, zeg maar. Ja. En zij heeft ook de bevalling gedaan? Zij heeft ook de bevalling gedaan, ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Ben je thuis bevallen? Ik ben thuis bevallen, maar ik ben daarna wel meteen naar het ziekenhuis gegaan. Want het was best wel heftig allemaal. Het was namelijk zo, nou ja, eigenlijk ging het thuis allemaal heel erg goed. Alleen het laatste kwartiertje zat zij klem. En toen was er een beetje nood aan de bel. Ja. En toen Want het hartje liep terug? Of? Ja, precies. Ja. Ja. En zat achteraf ook vruchtwater in. Ingeslikt? Ja. Ja, zat geloof ik ook de navelstreng om de nekje heen. Het allemaal dus kleine dingetjes wat gewoon echt grote, heftige, dat je denkt van, oh, wat is er aan de hand? Want op dat moment wist jij dat ook? Hadden ze dat wel gezegd toen je zeg maar bezig was? Maar op dat moment denk je alleen maar, ze moet eruit. Ja. Dus verder denk je eigenlijk niet. Je denkt alleen maar van, het moet nu eruit. En klaar. En toen had ze uit voorzorg al de ambulance gebeld, een kwartiertje ervoor. En ja, die was echt precies op tijd, dus ze was geboren en ging meteen mee. Ja. En Stefan ging erachteraan in ambulance nummer 2. Okay. De traumahelikopter was onderweg, maar die is gelukkig niet, niet nodig geweest. Ja, dus het hele dorp stond op stelten wat dat betreft. Ja, want en de buurt hier ook. Iedereen dacht van, wat is daar aan de hand? Want ik was ook nog niet, ik moest nog 2 weken. Ja. Dus het kwam eigenlijk sneller dan je had verwacht. Ja. Ja, ja, want ze was de dag ervoor jarig, dus we zaten s'avonds nog met visite hier. Ja. En s'nachts liggen we op bed en Charlotte ging naar de wc. Want dat ga je als je zwanger bent heel vaak. Ja. En, op een gegeven moment zegt ze van, nou Stefan, ik denk dat het begonnen is. Dus ik zit zo half slaap nog van, ben begonnen is. En dus hij stond meteen naast me zo van, wat moet ik doen? Ja, ik weet het ook niet. Nee, het is allemaal nieuw. Ja, het is allemaal nieuw. Dus ik zei, ga maar slapen. Ja, ik weet het niet, want ik had nog geen weeën of zo. Dus en dat begon om 6:00. Ja. We hebben 7:00 de verloskundige gebeld. Ja. En die is langsgekomen. Nou ja, en ze is verder aan me gebleven. Ja. En toen, het ging eigenlijk toen verder heel goed. Ja, tot het eind. Ja. Ja, en en toen kwamen jullie in het ziekenhuis? Ja, in het WKZ hebben we gelegen. Ja. En zij heeft de eerste 2 dagen op de NICU gelegen, op de intensive care. En achteraf heeft ze daar eigenlijk ter controle van gelegen. Want het was allemaal heel goed, goede hersenscan. En
Nou ja, ze deed het allemaal heel goed. Ze waren bang dat ze zuurstoftekort of zo had gehad? Ja, ook. Okay, ja. En nou ja, weet je, zij ligt dan tussen al die kleine babytjes. En echt, ze was ja, best wel een grote, dikke baby. Ja. Dus dan denk je echt van, oh, ze hoort hier helemaal niet. Voor je gevoel ook. Al die slangetjes en draadjes. Nee. Ja, en dat was ook best wel dat ik dacht, tenminste na een paar dagen zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Waar ben ik? En, ja. En toen mocht ze gelukkig naar de medium care. En ja, toen ging het steeds beter. Ze is ook niet achteruit gegaan. En ja, achteraf zeggen ze ook dat we moesten vorige week naar... Maar dat moesten we naar de nacontrole. Dat is allemaal procedure, maar dat is meer voor dat ze zichzelf indekken volgens mij. Ja, precies. Dus, maar dat was allemaal goed. En is het hoofdje nog even gescand en hebben ze even wat testjes gedaan of de ontwikkeling allemaal goed ging. Ja. En dat was allemaal het geval. Dus, fijn, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Want, ik bedoel, het is je eerste, je weet het niet. En dan meteen met toeters en bellen naar het ziekenhuis. Ja. En daar kom je ook weer in het volgende verhaal terecht. Ja, hè? Klopt. Hoe vinden jullie dat om vader en moeder te zijn? Ja, heerlijk. Ja, Charlotte zag er al heel lang naar uit en ik eigenlijk ook, ik ben ook echt een vadertype. Dus eigenlijk konden we, nou, we hebben wel bewust even rustig aangedaan. Van, nou, we gaan meteen niet meteen naar trouwen pasboom, daar moet je een beetje van genieten. Tuurlijk, ja. Maar daarna wel toen zeiden we serieus aan elkaar van ja, we zijn er wel echt aan toe, hè? Ja, we zijn er echt aan toe. Ja, nou, gelukkig is het allemaal wel goed gekomen. Jullie zitten hier heel gelukkig zie je. Ja, dus dat vind absoluut. Ik heel mooi om te zien. En we wensen jullie namens de Los, maar ook de Loskijkers, alle geluk toe. Ja, samen dankjewel. Met Mila. Geniet ervan. Komt vast goed. Ja. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Alle ouderen in Nederland moeten aan de tabletcomputer. Dat vindt ouderenorganisatie Unie KBO. Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en ondersteund door zorginnovator Focus Cura biedt de Unie KBO binnenkort ouderen een iPad aan, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven. En dat is hard nodig, nu de overheid flink gaat snijden in de ouderenzorg aan huis. Ouderen raken hierdoor meer op zichzelf en hun directe omgeving aangewezen. De unieke tablet biedt ouderen straks vele mogelijkheden om beter en langer regie te houden over hun eigen leven en gezondheid. Het onderhouden van een stevig sociaal netwerk, beweegtips via filmpjes, administratieve thuiszorg op afstand, veilig omgaan met medicijnen via de zogenaamde apotheek, op al deze terreinen gaat de tabletcomputer zich bewijzen. Maandelijks worden nieuwe mogelijkheden aangeboden, alles in nauw overleg met ouderen zelf. In Den Helder startte een pilot met 25 ouderen die 3 maanden lang gaan proefdraaien met de voorgeprogrammeerde iPad. Per 25 gebruikers komt er een vrijwillige begeleider die hulp biedt en voor de juiste updates zorgt. Uiteindelijk zal de tabletcomputer via het KBO-lidmaatschap tegen een aantrekkelijke prijsstelling beschikbaar komen voor alle ouderen van Nederland. Hasselsnok is een slang verwant aan de ringslang die hoofdzakelijk van andere reptielen leeft. Een inwoner van ons dorp trof dit zeldzame reptiel aan in het bos bij de Lage Vuurse. Ze was daar met haar hond aan het wandelen toen zij de slang zag. Met haar mobieltje maakte zij het volgende filmpje. Tussen 1978 en 2003 geboren en heb jij in de periode van 1989 tot en met 2012 op de Ark, de Grondtoon, de Van Amerongenschool, de Vlucht of de Wegwijzer gezeten, dan is de schoolvereniging van deze scholen op zoek naar jou. De schoolvereniging hoopt in 2014 haar 125-jarig bestaan te vieren en denkt dan aan onder andere een jubileumboek uit te geven over de afgelopen 25 jaar. Daarom bij deze een oproep aan oud-leerlingen om wat herinneringen uit genoemde basisschoolperiode op papier te zetten. Maximaal 1 A4'tje met zo mogelijk een foto. Grote kans dat je je eigen verhaal dan straks terugvindt in het jubileumboek. Vriendelijk verzoek om dit alles voor 1 september aanstaande rechtstreeks te doen toekomen aan de coördinator van het jubileumboek, Gert van Dijk, Leeuwerik 19. Geef het zo mogelijk door aan de personen die hier ook voor in aanmerking komen. Woensdag 5 juni was het weer zover.
Twee mensen uit het dorp kregen de gemeentelijke pluim uitgereikt. Een bijzonder moment voor de twee dames. Nou mensen, wat geweldig om in die sfeer van die mooie avond, vierdaagse met z'n allen buiten te zijn. Hè? Dat was toch heel mooi, hè? Ja. En ik dacht, zouden ze al een beetje loof wezen? Nee, maar ze waren allemaal niet loof. Want ze zaten heerlijk in de stoel, in de rolstoel en werden geduwd. En konden zo alles meemaken. Fantastisch. En ik vond het ook geweldig hoe jullie... met z'n allen, ja, het enthousiasme alleen maar toenam dankzij de geweldige muziek die wij vanavond hadden. Top, fantastisch gespeeld en dat doet de mensen goed. En dan gaat het zomaar voorbij. Dus ik vond het ook heel erg leuk om te duwen. Ik had iemand die duwde zelf mee, Harry van Twillet. Harry die heeft zelf ook zijn best gedaan onderweg. Ja, je duwde de lucht opzij. Ja, door iedere keer, door de hele tocht te klappen en niet op te houden. Zo'n plezier hebben we van de muziek gehad. En omdat de muziek een beetje de weg kwijt was, dachten we, dan gaan we maar gewoon gelijk. En toen zei de meneer, bent u de verkeersregelaar? Ja hoor, ik regel ook het verkeer in mijn Schoonspakenburg. Het is toch wel, dat hebben we gezien, belangrijk dat er mensen zijn die zich inzetten om je ander te helpen. En als je, het is heerlijk als je een duwen hebt die dat voor je wil doen. En dan kan iemand uit je eigen gezin zijn, maar ook een vrijwilliger. En die zegt van nou, dat doe ik. En dat zijn mensen die doen dat. Ja, ze doen het niet omdat ze iets moeten, maar omdat ze graag iets voor een ander willen doen. En dat is toch wel heel mooi. De gemeente Bunschoten, die heeft daar ook een beetje beleid op gezet. Die zegt van wij willen van tijd tot tijd mensen die zich onderscheiden en die hun best doen om vrijwilligerswerk te doen, willen wij als gemeente onderscheiden. We kennen natuurlijk allemaal wel een koninklijke onderscheiding, dat bestaat ook. En dat zijn, die worden soms met lintjes op de lintjesregen uitgedeeld of op andere momenten. Daar zijn weer hele andere procedures voor. Maar de gemeente Bunschoten heeft gezegd, wij willen graag dat als er mensen in ons dorp zijn die zich verdienstelijk hebben gemaakt, dan willen we die ook op een goede manier eren. En daarvoor heeft de gemeente een prijs bedacht en dat heet de pluim. En de pluim van de gemeente Bunschoten is een mooi glaswerk met daarop een pluim, zodat je kunt laten zien van nou, ik heb mijn best gedaan voor de gemeente en op zijn spaakbus gezegd een pluim gekregen. Zo is het. En er zit ook een mooie bon bij, een envelop met inhoud. Ja, stop maar zomaar als dankjewel. En nou gaan wij vanzelfsprekend in Spakenburg, Bunschoten Spakenburg, al zoveel jaren om met de apenvierdaagse. Die bestaat al, nou hoeveel jaar? Hoeveel jaar bestaat de apenvierdaagse? 27 jaar. En dat moet dus iedere keer door mensen gebeuren die zeggen ik organiseer dat. En we hebben daar ook gelukkig met mensen voor die dan op een gegeven moment als mensen stoppen, dat ze stappen kunnen doorgeven en anderen het overnemen. Dus er zijn nu mensen die dit allemaal organiseren, dat is gewoon fantastisch als je dat ziet. Maar ik wil u even voorstellen aan twee dames die staan hier naast mij. Oh. Annemarie Lapperé en Jacqueline Kroon. En Annemarie en Jacqueline die hebben 23 en 25 jaar in het comité avondvierdaagse. Ze hebben alles voor ons geregeld zodat we 25, 23, 24, 25 fantastische avondvierdaagse hebben gehad. En daarvoor willen we als gemeente Bunschoten nu ze gestopt zijn. En het overgedragen hebben aan anderen, ja ze doen nog steeds, want ze zijn hier vanavond ook weer. Maar de hele organisatie hier ligt niet bij anderen. Maar zij hebben dat 25 en 23 jaar gedaan. En daarvoor wil ik namens de gemeente Bunschoten hen bedanken. En jullie alle twee de gemeentelijke pluim overhand. Ja.
die hebben gezegd, deze dames hebben zoveel hun best gedaan, we willen ze graag voordragen om te worden gehuldigd. En toen hebben we bedacht, dan is er een jury. En die jury moet beoordelen of jullie aan de criteria voldoen. Heel ingewikkeld, want we hebben daar afspraken voor gemaakt. Hans Koelewijn, hier aanwezig, is voorzitter van de jury. Samen met zijn drie andere juryleden heeft hij beoordeeld en gezegd, in alle opzichten voldoen ze aan de criteria. En dus heeft het college van BMW de pluim aan jullie toegekend. Nou, alsjeblieft, de pluim. En hier zitten we. Dank jullie wel. Ja. Ik weet gewoon dat ik moet zeggen. Annemarie en Jacqueline, jullie hebben de pluim van Spakenburg. Ja, fantastisch. Hoe was je reactie? Je bent helemaal in de... Ik ben helemaal beduust. Ik had het helemaal niet verwacht. Nee, ik alleen de zaal in om te kijken van wie is de gelukkige, weet je wel. Ik denk, oh leuk. Oh, leuk. Wist ik helemaal niet van dit initiatief. Dus ja, we waren hier gewoon in de haven om natuurlijk die rolstoeltocht te begeleiden. En we hebben verder nergens aan gedacht. Dan hebben ze het heel goed geheim gehouden. Ook jullie familie die hier ook is, hè? Die kwamen hier wel, dus. Ik zeg, wat doe jij hier? Ja, kom gezellig even bij de rolstoeltocht kijken, weet je wel. En haar man was er. En... Jullie, hoe lang hebben jullie de avondvierdaagse georganiseerd? 25 en ik 23 jaar. Ja. Is er in die tijd veel veranderd? Is er veel veranderd hier in Spakenburg qua organisatie? Het is wat drukker geworden. Er moesten meer klare ovens gebruiken op de kruispunten. Maar dat verliep altijd prima, moeten we zeggen. Weet je misschien hoeveel deelnemers op zo'n avondvierdaagse meedoen? Dit jaar? Ja, dit jaar rond de 1400. Dus we hebben een hele grote 5 kilometer ploeg en een wat kleinere 10 kilometer ploeg. Dus we hopen dat die 10 kilometer ook volgend jaar weer een beetje groter wordt. Dus het is enig. Het is zo gezellig. Ja. Jullie doen dit voor de laatste keer, heb ik begrepen? Of doen jullie nog wel iets erbij nog? Als ze ons hulp nodig hebben, dan willen we wel bijspringen. Ja. Toch in jullie bloed, hè? Ja, het zit wel een beetje in het bloed, ja. Ja. Nou, het is zeker verdiend. Ja, maar het is jullie zeker verdiend. Ga ervan genieten. Dankjewel. Dankjewel. Rijkswaterstaat zet de verlichting op snelwegen door het hele land uit. Ook op de wegen die de provincie Utrecht doorkruisen gaat het licht op meerdere trajecten uit. Door de verlichting op vaste tijden uit te zetten wil Rijkswaterstaat flink bezuinigen op de kosten. Ook moet de maatregel zorgen voor een lager energieverbruik en minder lichtvervuiling voor de omgeving. Op de drukste momenten van de dag blijft de verlichting overal aan. Ook op plaatsen waar het volgens Rijkswaterstaat nodig is voor de verkeersveiligheid, zoals in tunnels of bij scherpe bochten. Aanstaande woensdag 12 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Op deze dag is het de bedoeling de kinderen in de buurt te laten ervaren dat buitenspelen leuk is, omdat je bijvoorbeeld de kinderen in de buurt leert kennen. De straten Bachlaan, Zwelingstraat en Hennelse Singel doen onder andere ook mee. Tini Heek is de initiatiefneemster en heeft wethouder Koops van Sport en Recreatie uitgenodigd om de buitenspeeldag officieel te komen openen. Tijdens deze middag kunnen de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar genieten van een springkussen, allerlei buitenspelletjes, sminken en nog veel meer. De middag wordt afgesloten met een feestelijke maaltijd die door verschillende buurtbewoners wordt bereid. Dus kijk goed in de buurt naar de posters van de Nationale Buitenspeeldag, want wie weet is er bij jou in de buurt ook wel een buitenspeeldag. Op meerdere scholen wordt inmiddels gewerkt met de verteltassen, zo ook op de wegwijzer. Woensdagmorgen werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste verteltas uitgereikt. In de studio zijn Christa, Wendy en Reini om er meer over te vertellen. Als eerste, wat zijn verteltassen eigenlijk, Christa? Jij bent directeur van de wegwijzer. Klopt. Kan je uitleg geven over de verteltassen? Dat kan ik. Wij wilden heel graag met verteltassen beginnen. Dat zijn tassen waar boeken in zitten die thuis voorgelezen kunnen worden. En er zijn heel veel materialen bij gemaakt, maar daar kunnen zij wat meer over vertellen. We wilden heel graag ons taalbeleid aanpassen. Kinderen wat meer woordenschat leren.
En dit is één van de manieren waarop je dat kan doen. En onze gemeente verstrekt daarvoor subsidie. Sluit aan bij het VVE-onderwijs. Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan, het idee. Oké, en voor welke leeftijdsgroep zijn deze verteltassen gemaakt? Voor de kleuters en groep 3. Oké, ja. Goed, Reinier, jij bent onder andere medewerkster aan deze verteltassen. Klopt, ja. Kan jij iets vertellen over wat erin zit in de tassen? Ja, dat kan ik vertellen. We hebben dus per boek, zeg maar, hebben we bijvoorbeeld een boek De Letterwinkel. Dat is het prentenboek. En daaromheen wordt de tas dan opgebouwd. Dus dan hebben we een moeder die gaat van stof een mooie, ja, mooie zak naaien. We hebben een moeder die maakt de voorkant van het boek. Wat leuk. Ja, ja, helemaal met textielverf. We hebben moeders die gaan heel veel spellen die horen bij het boek. Printen, knippen, plakken, lamineren. Bedenken. Hè, bedenken ook. Ja, want wat is dit voor spelletje? Nou, dit is bijvoorbeeld verhaal leggen in de volgorde. Dus dan kan je aan de hand van deze plaatjes, kan je samen met je kind kan je het verhaal gaan leggen, de volgorde. Dus, ja. Hè, en bij je sommige, hebt het boekje voorgelezen. Je hebt het boekje voorgelezen en dan ga je aan de hand van het boek en de plaatjes de volgorde van het boek neerleggen. Wat leuk. Het is een begin en een eind. Maar er zijn ook veel spellen met woorden erbij en plaatjes, telspellen. Dus er zit ook een stukje rekenen in? Er kan ook een stukje rekenen in zitten. Ja, en dat maken we dus allemaal zelf. En we hebben allemaal wel iets wat we kunnen natuurlijk. Is er een vaste werkgroep die hier aan gewerkt heeft? Of schakelen jullie gewoon ouders in via de klas? Wendy, kan jij daar iets? Ja, we zijn begonnen eigenlijk wel met de kleuterjuffrouw. Die heeft ons begeleid in het beginproces. En wij als moeders nemen het nu over van haar. En we zijn eigenlijk wel met een vaste kern. En nu afgelopen woensdag hebben we het gepresenteerd op school. En hebben we toch weer 6 nieuwe aanmeldingen gekregen. Want er zit best wel veel werk in een verteltas. Aanmeldingen om te helpen. Om te komen helpen, ja. Heel veel moeders dachten van, oh, maar dat ziet er allemaal zo uit en dat kan ik niet. Ja. Maar je hoeft je eigenlijk niet te zeggen van, nou, ik kan het niet. Want alle hulp is welkom. Want de een is heel goed in haken, de ander is heel goed in het spel bedenken. De ander is heel goed in typen, want we moeten allemaal boekjes, de leeswijze moet erbij gemaakt worden. Het moet allemaal gelamineerd worden, allemaal uitgetypt op de computer. Ja. Dus ja, we hebben iedereen kan altijd wel wat. Ja, en het is gewoon ook heel erg gezellig als we op woensdagmorgen met elkaar zitten. We spreken met elkaar ook over de kinderen of over school. En ja, we zijn gewoon heel gezellig bezig, een kopje koffie erbij. Ja. En we kletsen met elkaar en in de tussentijd zijn we lekker aan het knutselen. Dus het is echt heel gezellig. Ja. En nou zie ik daar nog een vis liggen, want het is van een andere verteltas. Ja. Waar gaat die over? Die gaat over een vis en dat gaat over emoties. Dus dat is eigenlijk niet een verhaal, maar dat gaat echt puur over de emoties van de vissen. Kijk, allemaal verschillende. Benieuwd. Ja. Zenuwachtig. En alle vissen, kijk, die is heel dapper. Dat is een heel klein visje dan. Dat je ook als je klein bent, dat je dapper kan zijn. En zo gaat het hele boek door. En dan hebben we. Dus dan kan je eigenlijk niet veel bij vertellen. Maar dan kunnen we dus wel. Hebben we ook spelletjes bij van. Ja, wat zijn je emoties van een kind? Want dat is ook heel belangrijk voor een kind. Verdrietig, kijk eens verdrietig. Of wat doe je als je verdrietig bent? Verlegen, wat is dat? Ben jij wel eens verlegen? Dus zo kan je ook met je kind. Alle emoties die voorkomen, kan je benoemen met je kind. Ja, dus het is eigenlijk ook zit een stukje sociale vaardigheid in eigenlijk. Ja. En het is gewoon ook heel leuk om eraan mee te werken voor je kind. Dat oude betrokkenheid dat je hebt. Dat je weet waar je kind mee bezig is op school. Ja. Dus dat heb je ook wel dat je op school bezig bent als luizenmoeder of wat anders. Maar dit is echt lesstof van je kind wat je zelf maakt. Ja, want dat is het mooie, dat het, de tassen die gemaakt zijn, die sluiten ook aan bij het lesaanbod. De projecten die in de thema's die gedaan worden in de kleutergroepen. En dan kunnen de ouders een tas lenen die daar ook over gaat. En dan een stukje herkenning voor de kinderen van wat er op school gebeurt. Ja. En de oude betrokkenheid hierbij is heel groot. Ik ben er ook super blij mee dat de ouders onder leiding van juf Ella dit tot stand gebracht hebben. Ja. Nou, dat kan ik me zeker voorstellen. Want ik zie
Het gaat naar aanleiding van een boekje. Jullie kiezen een boekje en daar maken jullie eigenlijk de verteltas omheen. Ja. Er zit ook nog altijd een educatief boek bij. Ja, er zit ook een kennisboek. Ja, een kennisboek. In elke tas. Dat is bij deze, bij de letterwinkel. Er zit een kennisboek bij. Even kijken hoor, even graaien. Is dat maar. Kijk, dit is het educatief boek. Er zit altijd, dit gaat dan over letters. En dan hebben we een boek erbij. Wat ook over letters weer gaat dan. Dan zie je alle letters zie je erin. En dan elke, dat is ook de voorwaarde van de verteld. Het is een prentenboek plus een educatief boek. Ja, precies. Zodat de kinderen ook wat meer diepgang er weer uitkrijgen. Ze weten wat ze leren eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Bij elke tas zit trouwens ook nog, om even een aanvulling te geven, een cd. Zeg maar met het boek voorgelezen. Dus stel maar dat je geen zin hebt om het boek voor te lezen, dan kan je het cd'tje opzetten. Ja, dat de kinderen het zelf kunnen. Dan hoor je het verhaal. Ja. Dat is ook wel heel erg leuk. Die herhaling is ook heel belangrijk. Ja. Hè? Dus hoe meer een kind een verhaal hoort, hoe meer woorden het leert, hoe beter het dat ook onthoudt. Ja, precies. Dus dat ze er eigenlijk eerst op school over leren. Vervolgens gaat de vader of de moeder daarmee aan de slag. Ja. En daarna kunnen ze het zelfstandig ook nog een paar keer doen. Precies. Dat is eigenlijk de volgorde, begrijp ik. Ja. Hebben jullie al leuke reacties gehad? Is het ook al echt gewerkt? Want jullie hebben het net geïntroduceerd. Zijn er ook al kinderen die zo'n tas mee naar huis hebben genomen? Nee, nog niet. Nee. Het uitleensysteem moeten we nog eventjes goed op poten zetten. Ja, dat hebben we nog. Dan gaan we nog eventjes afkijken bij de vlucht. Ja. Want daar werken ze ook al met de verteltassen. Ja. Op de vlucht in de K. van Amerongen school. Ja. En op de Kwetten- en Speuterspeelzaal. Ja. Het zijn de enigste vier hier uit het dorp die daarmee werken. Ja, en de Peuterhof volgens mij. Peuterhof denk ik ook. Ja. Dat weet ik niet, dat het zou kunnen. Ja. Ja. Peuterspeelzalen. En is er dan ook nog een samenwerking tussen de scholen? Dat jullie bijvoorbeeld de ouders weer helpen van de vlucht die dat gaan doen? Zo zijn we wel begonnen. Ja. De ouder van de vlucht is op een ouderavond die wij hadden daar voorlichtingen over komen geven. Maar de oorsprong komt bij het landelijke VVE-coördinatiepunt vandaan. Goed, we hebben het de emoties, de letterwinkel. En welke is er nog meer? Ik zie nog wat posters hierachter. Ja. Verteltas 3. We hebben nog de mol. Dat gaat over een molletje die... je wil weten die op zijn kop heeft gepoept. Het gaat over een molletje die komt uit zijn hol. En dan heeft hij ineens een poepje op zijn hoofd. En dan gaat hij alle dieren langs van heb jij op mijn kop gepoept? Ja. En daar hebben we hem ook. Die is ook gewoon helemaal geweldig. Die gaat over poepen. Ja, wat vindt een kind nou leuker? Ja. Poep. Ja, inderdaad. Dus dat is helemaal lachen. En we hebben nog, die hangt er denk ik niet bij. Nee, dat gaat over Dottie en haar kuikens. Dat is een kip met 6 kuikentjes. En dat is heel erg gebaseerd ook op tellen. En op dieren. Op groeien. En die 4 hebben we af. En de 5 hebben we bijna af. Die gaat over kikker op een warme dag. Ja, dat zijn helemaal, het zijn echt hele bekende. Ja. Voor kinderen spreekt dat heel erg aan. De eerste tassen, die kennen ze allemaal wel een beetje. Ja. En dan gaan we met z'n allen weer brainstormen. Nou, welke boeken gaan we nu doen? Ja. We willen natuurlijk nog veel meer gaan maken. Ja, wat is ongeveer jullie richtlijn, jullie doel van zoveel? 30 hadden we, hè? Wilden we wel. Ja, dat is wel gemiddelde. Ja. En dat is dan voor 3 groepen. Groep 1, 2 en 3. Ja. En dat roleert dan. Ja, want je hebt natuurlijk dan gemiddeld wel zo'n 80 kinderen natuurlijk in die 3 groepen. Ja. En ze willen allemaal wel een tas, dus je moet er wel genoeg hebben. Ja. Precies. Dus kijk, en nu gaan we deze ook uitlenen. Dat is misschien nu even nog in het begin een wachtlijst. Want iedereen is natuurlijk nou enthousiast, ze willen allemaal zo'n tas. Ja. Dus dan moeten ze even op elkaar wachten. Ja, precies. Ja. Ja, ze komen allemaal aan de beurt. Ja, tuurlijk. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Heel leerzaam ook, dat taalstukje. Goed om dat op te zetten hier. En ik wens jullie nog heel veel succes bij het vervolg. Dank je wel. Dank je. Dit was weer Spakenburg Nu. Tot de volgende aflevering zijn we bij u met de volgende programma's. Los op zondag, de oude doos en het vrije item. Dinsdagavond en woensdag zijn we er weer. Graag tot dan en voor nu een heel fijn weekend.